versterken en Nederland op een leuke manier wijzer te maken. Quest is werkelijk overal. Een geweldig voorbeeld van hoe je een merk bouwt. Vorig jaar stonden we hier ook met zo'n prachtige prijs voor de lancering van het jaar. Sorry NC, voor Kus Junior. En dit jaar de mooiste prijzen, nou een van de mooiste prijzen die je maar kan winnen. Zoals we allemaal weten is het helemaal niet zo makkelijk om in deze tijd een winstgevend blad te maken. Laat staan met een hele grote schrijvende redactie. We hebben gewoon echt nog een grote schrijverredactie, een hele serieuze, zware eindredactie die als een bloedhond waakt over de tone of voice van Quest. Een goede beeld- en vormgeefredactie. Heel veel freelancers die hier met ons meewerken. En ik ben heel erg trots op jullie allemaal dat we nog eigenlijk een soort ouderwetse journalistiek bedrijven en toch een heel succesvol merk weten neer te zetten. Ik ben heel erg trots op jullie en heel erg trots op deze prijs. En ontzettend bedankt Remy en Luc. Mijn lieve bazen, dank jullie wel ook dat jullie ons heel veel gekke dingen laten doen. En soms ook heel veel geld laten uitgeven voor dingen waar de uitkomst nog niet van weten. Dank je wel daarvoor. Dus ook deze prijs is ook voor jullie, maar vooral voor jullie. Ik wil graag alle winnaars, kom maar naar op podium, we gaan één groepsfoto maken. De rest van u, ja, die kan ergens anders heen. Sally, vertel het ze. Die kunnen ergens anders heen, want er staat een DJ klaar. Hier, straks als jullie de zaal uitlopen, kunnen jullie tot 1 uur vanavond helemaal tot het gaatje gaan. En daarna kunnen we gewoon met z'n allen naar de overkant, kunnen we door voor een feestje. Ja. En dan, rest ons nog 1 ding te zeggen. Ja, tot volgend jaar. Alle sponsoren bedankt en winnaars gefeliciteerd. Dank jullie wel! Alle winnaars hier in de rest van de